Dank u wel, voorzitter. Ja, als je vanochtend de briefing hoort van Van Dissel en je kijkt naar die cijfers, dan ziet dat er gewoon echt niet best uit. En dan staan we aan de vooravond van wat dan de derde golf heet. En onze zorgverleners, kijk, voor niemand is dat een fijn beeld. Voor iedereen is dat een angstig beeld. Maar voor onze zorgverleners misschien nog wel het meest. Want die moeten er straks weer staan. En die stonden er al. Eigenlijk het hele afgelopen jaar zo'n beetje al waarin we in deze crisis zitten. Maar ze zullen er dan ook weer opnieuw moeten staan. En ze gaan er staan. Maar waar ik dan echt, voorzitter, met mijn verstand niet bij kan, is dat dit kabinet het in haar hoofd haalt om een brief naar de Kamer te sturen waarin ze schrijft dat ze het voorstel wat hier is aangenomen om de salarissen in de zorg structureel te verhogen niet gaat uitvoeren. Voorzitter, dat kan niet. En dat zullen wij ook niet accepteren. Er is hier een meerderheid in de Tweede Kamer die daartoe heeft besloten. Geen kleine meerderheid. Eigenlijk was het alleen de partij van de minister-president, de VVD, en de partij van de minister van Zorg, het CDA, die er nog op tegen zijn. Het verhogen van de zorgsalarissen. Voor de rest is de hele Tweede Kamer hier daarvoor. Voorzitter, en het kabinet moet dat gewoon gaan uitvoeren. En ik wil vandaag horen van het kabinet hoe zij dat gaat doen. Het vaccineren. Is al een paar keer genoemd. Nederland bungelt onderaan in de lijstjes in Europa als het gaat om het vaccineren. En dat is niet best. Dat is vooral niet best, omdat dat vaccineren onze hoop is. Dat is onze hoop op dat de samenleving weer een beetje open kan. Dat is onze hoop op dat straks niet alleen de kinderen op de basisschool, maar ook de scholieren van de middelbare school en de mbo weer naar school gaan. Dat is de hoop van zoveel ondernemers dat straks hun zaak weer open kan. Dat is de hoop van zoveel sportverenigingen dat er straks weer wat mag. En dat het dan uitgerekend met dat vaccineren, inderdaad niet alleen met het binnenhalen van die vaccins, maar ook met het verstrekken van die vaccins, met de logistiek, met de uitvoering, dat dat zo misgaat, voorzitter. Dat is heel kwalijk. En de SP wil ook graag van de minister-president weten hoe hij daarnaar kijkt. Want het gaat vaak over, ook in de media trouwens, maar ook in deze Kamer, over het functioneren van de minister van Zorg. En daar is terecht kritiek op. Maar mijn vraag is aan de minister-president. Dat vaccineren, dat is toch zo'n beetje nu het allerbelangrijkste wat we met z'n allen goed moeten regelen. Dus ik mag toch verwachten dat de minister-president zich daar ook mee bemoeit. En ik ben ook heel benieuwd wat de minister-president daarvan vindt, hoe dat nu gaat. En dan, voorzitter, we moeten er natuurlijk voor zorgen dat er veel meer vaccins komen, zodat we inderdaad die discussie die we net ook al hadden over welke groep eerst moet. Ja, de beste oplossing is natuurlijk zoveel mogelijk vaccins. En het ging er net ook al even over. We willen graag van het kabinet weten wat zij bereid is op dit punt nog te doen, wat ze nog kan doen. Bijvoorbeeld als het gaat over die zogenaamde pool waarin er kennis wordt gedeeld, waarin er wordt samengewerkt om zoveel mogelijk vaccins te ontwikkelen, maar ook te produceren. Dus hebben we nou in beeld welke productielocaties er bijvoorbeeld in Nederland of op andere plekken in Europa nog zijn, waar er geproduceerd kan worden? Worden die ingezet? Loopt dat voldoende? Is er nog mogelijkheid om richting die farmaceuten er meer druk op te zetten dat ze die kennis en informatie moeten delen, zodat we op meer plekken kunnen gaan produceren? Dat kan ons allemaal helpen om zo snel mogelijk uit deze crisis te komen. Voorzitter, het onderwijs. Ik denk dat iedereen het voor onze kinderen ontzettend fijn vindt dat de basisscholen weer open gaan. Maar we snappen ook heel goed de zorgen van scholen en ook van de leerkrachten. Want het moet natuurlijk wel veilig, dat is hier ook al vaak gezegd. En het heeft er wat de fractie van de SP betreft de afgelopen tijd te veel op geleken dat het was of de scholen dicht of de scholen open. En wat is er nou precies gedaan de afgelopen tijd om te onderzoeken wat nou de mogelijkheden zijn om die scholen ook veilig open te doen? We hebben daar al vaker voorstellen voor gedaan. Wordt er dan gedacht aan halve klassen of niet? Of met schermen of met mondkapjes? Of dat kwetsbare leerkrachten wel vanuit huis online dingen kunnen doen en dat dat anders wordt opgevangen? Maar hoe kunnen we dat het beste doen? Want voorzitter, onze jeugd, onze kinderen, in deze crisis wordt heel veel gevraagd van iedereen, van de hele samenleving. Maar we zien allemaal, denk ik, hoe moeilijk jonge mensen het ook op dit moment hebben. En we zijn dan ook benieuwd wat het kabinet daar nog extra voor kan doen. En dan denken we ook aan de jongerenwerkers bijvoorbeeld. Kunnen we daar extra in investeren om juist jongeren ook in de wijk bij de hand te nemen, wat verder te helpen. We denken natuurlijk ook aan de wachtlijsten bij de GGZ. Dat moeten we nu oplossen. En voorzitter, dit kabinet zegt vaak
Alleen samen krijgen we corona eronder. Dus onze oproep is dan ook, laten we het dan ook echt samen doen.